Het is natuurlijk een traditie tijdens Oud en Nieuw. Het eten van oliebollen en appelbeignets. En je ziet het hier achter me. De mensen staan al in een lange rij om de bollen en de flappen in te slaan. Al leken de drukste dagen van het jaar voor eigenaresse Miranda Wanningen in het water te vallen. Midden op de dag, om een uur of twee, ging de oven kapot. Ik denk, maar wat is dit? Toen ben ik naar binnen gevlogen, heb ik iedereen gebeld. Toen heb ik gelukkig de monteur te pakken gekregen. En die was binnen een half uurtje was die er. Dus het was binnen drie kwartier een uurtje gemaakt. Het was niet zoiets groots. Dus ik was helemaal gelukkig. Hoe smaakt die? Uitstekend. Ik denk een van de beste oliebollen uit de omgeving op dit moment. Dus daarom kom ik ook speciaal hier naartoe. Hij is niet vet, hij is lekker compact. Het is gewoon een hele goede oliebol. Oliebol maken is niet zo simpel, zeg ik altijd maar. En als je dat zo hebt, dan kom ik hier graag terug. Op veel locaties in de regio zien we lange wachtrijen voor de oliebollenkramen. In Papendrecht is het op het eerste gezicht een stuk rustiger, maar schijnbedriegt. We hebben 6 verkooppunten, eigenlijk ook 6 afhaalpunten. En we hebben vooraf flink geflyerd via Facebook, via allemaal kanalen, zeg maar, veel reclame gemaakt. We hebben ons 06-nummer erbij gezet, dus via WhatsApp konden mensen bestellen. We hebben ze een tikkie gestuurd, dus ze krijgen een nummer en ze kunnen het afhalen. En eigenlijk zonder in de rij te staan, dus het is veel makkelijker. Corona-proof. We zagen net al de drukte in Alblasserdam. Een hele andere manier van aanpak in Papendrecht. Maar hier in Hendrik-Ido-Ambacht is het de hele dag al krankzinnig druk. Hoe lang sta je al in de rij? 3 kwartier nu ongeveer. Dus het is te doen. Het is te doen. Als je jezelf dat lang genoeg blijft voorhouden, dan ga je het geloven. Zeker. En vanavond er extra hard van genieten. Ja, ieder gek zijn gebrek, zeg maar. Maar bij Oud en Nieuw horen oliebollen. En deze oliebollentent heeft ooit de oliebollentest gewonnen. En al jaren kom ik hier, elk jaar weer en elk jaar zijn ze goed. Jan Veldmeijer, wat een bizarre drukte hier. Het is belachelijk, echt. Ik heb er geen woorden voor. We hebben maar om 5 uur zijn we al open gegaan. Stonden we al met 4 man te verkopen en de rij bleef maar aankomen. Om 10:00 stonden de mensen al te vragen of we, wanneer we open gingen en of we misschien een oliebollen hadden. Dat was dus gisteravond al? Dat was gisteravond, ja. Ja, ik kan alleen maar lachen. Dat is het enige wat ik kan doen. Dus met z'n tweeën, dan 12 oliebollen en 8 appelbeignets. Voor vanmiddag lunch, voor de vanavond diner en morgenochtend ontbijt. Dus daar gaan de oliebollen aan op. En dan uiteindelijk is het morgen 1 januari en dan een abonnementje voor de sportschool gelijk bestellen. Proberen wel, maar geef geen garantie. Goeie jaarwisseling. Ikzelf, dankjewel. Hoi.